Oh, wat? Oh, ineens staan er allemaal dudes. Nee, het zijn er zoveel. Oké, dit gaat me nooit lukken. Ik denk weer dat ik echt super stil moet zijn. Hoezo moet je me nu bellen? Ja, ik ga keihard dood hier. Wat gebeurt er ook? Het licht gaat ook weer uit. Oh my god, het zijn te veel dudes. Miles, ik heb je hulp nodig. Hoe lang duurt het voordat je hier bent? Ik moet gewoon blijven dodgen totdat Miles hier is, denk ik. Ja, bro, dat gaat me nooit lukken, want ik ga gewoon keihard dood. En het licht gaat constant uit. Ja, hier, daar kan je dus bijvoorbeeld niet dodgen. Oké, dat is nice. Nice. Heel nice. Oké, weer even focussen. Het zijn er wel iets minder. En er komen er weer bij. Oh my god. Ja, oh my god. Oh my god, nu verpest ik het. Ze gooien zeg maar die parry aanval zo zelden dat je er gewoon niet klaar voor bent. Ja, ja. We zijn er bijna. Yes, dat was hem. Oh my god, gewoon flipping first try. Wat nu? Daarheen. Oké, Miles, please kom. Harry, Harry, talk to me. Please help us, Peter. Ja, maar Harry gaat niet praten. Dr. Connors heeft gelijk. Laat eens een keer los, Peter. Jeetje. En zegt hij ook nog, ik heb de meteorite nodig. Ja, natuurlijk gaat hij die zomaar geven. Miles, I'm not seeing a rock. No? Hold on, I'm nearly to you. Thanks for coming, Pete. We want to show you. Lekker samen ondersteboven hangen. Is dit een Venom boss fight? Oh my god, wat? Die had ik niet nu al verwacht. Dit is de flipping Venom boss fight. This is it. Ja, hij wil heel de wereld in symbiotes veranderen. We know that. En nu krijgt Peter ook de beelden, hè. Je ziet niet precies waar dat is. Peter wordt altijd wel heel makkelijk overgenomen door symbiotes. Hij kan slecht tegen verslavingen, zeg maar. Hij krijgt snel een verslaving. Lekker, Miles. Miles is er trouwens. Sorry. Oh nee. Geen Venom boss fight. No! Ik deed met Venom mee. Ik hoopte zo erg op die Venom boss fight. Maar Miles moet het weer verpesten. Miles moet mij redden. Ik had wel gelijk. Peter werd weer overgenomen door een symbioot. En hij moest gered worden. I know where the meteorite is. Ja, Miles ook. Miles weet ook waar die is. En wie zegt dat die informatie klopt? Wie zegt dat? En wat heb je daar? Je ziet zo'n close beeld en dan zie je drie kleuren eromheen. It's the meteorite. Nou ja, dat zie je toch? He's using it to transform the city. I know where it is. And we're gonna steal it. Time to game plan. I'm in. See you guys at home. Maar wat ik dus niet snap, hè? De meteorite was niet in de subway. Dus dat betekent dat Venom de verkeerde informatie aan Miles heeft gegeven. Wie zegt dat hij nu de goede informatie aan Peter heeft gegeven? Oh, maar dat zijn allemaal Kraven dudes. Leven die nog? Kraven is al lang dood. Hij is onthoofd. Kom bij één in May's huis. Oh ja, dat was het. Dat was het. Just a handful of hunters left. Oh ja, kijk, dat zei Genki net. Er zijn een handful of hunters left. Dus er zijn nog maar gewoon een paar. En die blijven voor altijd bij hun outpost chillen. Hey! Need a dance partner? Oh, wat? Miles is daar bezig met crime vechten. Nou, stik hem maar in, Miles. Doei. Toedeloe. Oh, kijk, kijk, kijk. Hier hebben we een slingshot dingetje. Die heb ik lang niet gebruikt. Oké, hier. 3, 2, 1. Nu tegen de ijskraan. Dat was echt keihard tegen de ijskraan aan. Hoezo is die slingshot zo raar geplaatst? Oh, oké. Keihard tegen de brug ook aan. Het gaat niet zo lekker het webslingen. Oh, ik heb natuurlijk ook gewoon een wingsuit. Die was ik echt helemaal vergeten, om heel eerlijk te zijn. Het webslingen blijft toch al veel leuker. Maar dat wist iedereen al.
Weet nog één keertje hoog te pakken. En dan kunnen we in één keer naar de overkant wingsuiten. Dit was met de lizard. Dit was dat stuk waar zo Miles ging surfen of zo. Oh, leuk dat je dat dan nu hier ziet. Nou, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik ben echt aan het genieten van de webslinging. Echt heel erg. Die zero assistance is echt het beste wat je kan doen. Echt het allerbeste. Alleen maakt het dus, zoals ik al 10 keer heb gezegd, een stuk lastiger. Dus nu moet ik ook stil zijn bij het webslingen. Hallo, daar ben ik. Oh, die man was omgevallen. Wow, ik ben letterlijk 10 meter van je vandaan geland. Serieus. Ik moet wat steviger op je poten staan, bro. Dit is je laatste kans om middelen te verzamelen om je uitrusting te upgraden voor het einde van het verhaal. Serieus? Ja, ik heb al mijn middelen verzameld, denk ik. Ik heb al mijn gadgets. En ik heb 0 outfit technologieën. Ik heb 0 tech onderdelen. Ik heb hier bijna alle skills. Maar die zijn niet nuttig voor combat. Dus I'm ready. Daar gaan we. Kijk, ik ben heel benieuwd. Nu moeten wij gaan opletten. Vanaf nu ben ik ook weer ietsje stiller. Dit is namelijk het einde. Central Park Reservoir. The water system. Is dat de meteorite met die googly eyes? Sorry hoor, maar. All those symbiotes get out of Manhattan. Goodbye, Earth. Hello, planet Goo. Moest je nou echt, zeg maar, dit echte voorbeeld maken? Was het nou echt nodig? But it was useless until Harry repaired it. Yeah. And that particle accelerator is what damaged it in the first place. Echt? Cut off a piece at low power. Right, so what if we crank the power up? Like way past 11. Might destroy it. And free everyone connected to the hive mind. Theoretically. But that is niet makkelijker een manier om te slopen. And you know Harry's not gonna let that rock out of his sight. Unless he sees something he wants. Yo, die foreshadowing. Harry is the Green Goblin. Just, you know, for illustrative purposes. Harry's still Harry. He thinks he's healing the world. But the dream isn't complete without his best friend beside him. I can lead him. Dit is echt een flipping mastermind plan. Well, I grab the space rock for illustrative purposes. All right. Fire up the accelerator. No more hive mind. World saved. We all get heroes. Maar hoe weet iedereen dat die meteorite de oorzaak is van die hive mind? What Connor said about Harry being too far gone. Wie zegt dat? Want die hive mind was er al. Ik snap het niet. Volgens mij moet je er gewoon niet te veel over nadenken. Want ze weten het zelf ook niet. Oké, plan is duidelijk. De steen pakken, dat wisten we al. De symbiotes doden, dat wisten we al. Nou, nu hebben we een plan om de steen te vernietigen. Maar daar was ik ook niet echt over aan het stressen of zo. Een steen vernietigen is niet zo heel lastig. Nee, hij heeft dat zoet weer aan. Verdorie, Miles. So the meteorite is somewhere in that thing? So are Harry and his friends. Ja, nu nog. Maar als je zo meteen naar binnen gaat, of gaat hij weer weg door die slang. Ze bewaken die steen, Miles. Look, I can't thank you both enough. Oh nee, hou je mond. Come on, bro. We're the spider team. Nee, de spider pals. Is er überhaupt wel een plan? Hey, volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon vechten. Zoals altijd. You gonna sit in there and play with your pet rock all night? Oh, maar ze vallen hem niet aan. Like we always wanted. Oh crap! Oh, dat had ik niet verwacht. Our gift will finally be yours. Ja, dat was ik wel even vergeten. Het moet zeg maar op zo'n invasive manier.
ontmoeten. Peter. Peter kan pas in het team komen nadat hij zo raar gehersenspoeld is. Met rare tentakels. Hij wordt niet zomaar binnengelaten. Oké. Okay. Ik weet niet waar Peter naartoe is gegaan. Oh, die gaan gewoon samen vechten ergens of zo. En dan pakken zij de steen. That's it. Ineens kunnen die dudes ook gewoon niet meer nadenken. Die zijn gewoon ineens blind, kunnen amper horen. Oh crap, ze wordt alsnog gepakt. Damn, die taser is sterk. Hoezo gebruikt Peter die niet? Ik moet als Peter 20 keer die dude slaan. En MJ kan gewoon... Pieuw. Ja, dat was te verwachten. Hè. Venom weet zeg maar altijd waar je bent. Dus denk nou niet dat je zomaar die steen kan pakken. Hè. Wat? Is dat een Brute of was dat Venom? Volgens mij was dat een Brute. Peter was er niet bij. Hallo? Yo, open up the door! Het is echt leuk dat je zo vaak kan schieten. Yo, FBI, open up! Hoe werkt dit? Wat moet ik doen? Oh, ik was op flares aan het schieten. Hoezo zijn hier flares dan? Oh, hier, zij merkt het ook op. Is Venom waarschijnlijk of zo. Het is allemaal too good to be true. Er is echt een heel pad. Gewoon één pad met lichten en zo. Dat geloof ik niet. Kijk, kijk, hier zijn ook weer flares. Wow. Oké, okay, nee, het is geen val. Het is geen val. Oké, okay, nee, ik dacht het is een soort speurtocht of zo. Escape room, dat zo alles al van tevoren bedacht is. Maar nee, er zijn daadwerkelijk hier mensen. Gewoon Oscorp bewakers. Zij hebben die flares neergelegd, niet Venom of zo. Hallo? Oh crap. Boom! Kill hem! Schiet hem dood! Yo, het is ineens in een shooter game veranderd. Oh, dat is echt leuk. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar het is wel leuk. Oh, en nu kan ik ze niet doodmaken, omdat het nog niet mag van de game. Wat moet ik doen? Ah, daarvoor zijn die tonnen. Oké. Oh crap. Wat nu? Oh, nee. Dit is lastig. Het is oprecht een shooter game geworden. En ik moet gewoon aan mijn resources denken. Ik kan niet te veel kogels afvuren. Oh, dit is wel leuk op zich. Het slaat alleen echt nergens op. Maar het is echt leuk wel. Oh, dit is apart, zeg. Oké, hier is de kern. Oh, dat is de meteorite. Kijk, ik had er maar eentje kunnen killen. Oké, dat was dat. Ik moet nu echt focussen. Ik wil niet doodgaan. Yes, dat was hem. Dat was hem. Pak de meteorite. Pak de meteorite. Het gaat echt niet zo makkelijk worden. Dat geloof ik niet. Kom op. Maar hoezo wordt hij zeg maar zo... geplaatst. Hoezo wordt hij zo geshowd? Echt alsof het een museumstuk is of zo. Ja, dat kan ook gewoon. Hoezo wordt hij niet gewoon verstopt? Ik snap het echt niet. En hoezo laat Venom zeg maar weten waar die is? Dat is toch dom? Maar in ieder geval, we hebben de meteorite. Heeft ze de flipping rugzak meegenomen en doet ze die niet eens dicht? Wat? Die gaat daar uitvallen. Ik weet het zeker. Dat gaat gewoon gebeuren in een cutscene. Die call ik nu. Die call ik flipping nu. Oké, ontsnap uit het nest. Nee! Ga weg, ga weg, ga weg. Nee, nee, het zijn er zoveel. Ik heb geen kogels. Ik heb geen kogels. Yes. Holy flipping moly. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ja, nee, dat zal best. Dat zal best. Shit! Auw. Oké, dat was hem. Dat was hem. Heal, MJ. Heal. It's game over.
Waar heb je het allemaal over? Oké, snel. We moeten hier weg. We moeten hier weg. Ben je hier onderdoor? Bro, dit is allemaal... Venom heeft het allemaal bedacht. Die is letterlijk deze gangen nu aan het maken op het moment. Oké, go. Ontsnap uit het nest. Dit is too good to be true. Oh, shit. Ben ik gespot? Volgens mij niet. Oké, go. Rennen. Nee! Oh my god! Nee. Waar zijn ze allemaal? Oh, ik dacht dat ik iemand hoorde achter me. Wow! Crap, daar zijn ze allemaal. Oké, reload. Oh, ik schrok van mijn eigen schaduw. Ladder! Go! Ik hoor iets achter me. Kom op. Nee, het gaat niet goed komen. Oh, ik dacht dat het Venom was. Oké, het is een Brute. Wat moet ik doen tegen een Brute? Dat is me nooit uitgelegd. Schiet hem! Nee! Oh, hoe moet ik dit doen? Ik moet rennen. That symbiote's big, but I'm fast. Ja, ik ben inderdaad fast, maar uiteindelijk killt hij me alsnog. Dat was hem. Go. Op de ladder. Wat? Ik kan niet meer op de ladder. Er zitten maar 3 tentakels op de ladder. Huh? Maar hoe is Peter? Oh nee, Peter was het helemaal niet. Leek even zo. Hoe lang doet Peter over echt 4 dudes? Ik heb als MJ echt het hele leger gedood. Hoezo gaat ze ook rijden? Kan je niet op de rug van Miles? Miles heeft toch super strength? Oh, en Peter is er gewoon weer. Huh? Oh, Venom zit achter hem aan. Ah. Are you sure your plus one isn't invited to our high school reunion, Harry? Harry? Let nou maar op. Jeetje mina, Peter. Oh, damn. Peter, verkoop al die klappen. Oh, we zijn nu weer hier. Oh, dit is Feast. Oh, ik dacht dat was de school. We zijn in Feast. Heel toevallig. Damn. Nou, Peter. Overweeg je niet om gewoon te joinen? I mean, come on. Het klinkt amazing. Oh, dat zag er wel heel vies uit. Zag je hoe ergens een mond open ging? Oh, en wat is dit? Oh my god, wat? Er zijn nu gewoon 3 platformen gebouwd. En dit is de flipping Venom boss fight. Oké, ik moet nu focussen. Dit is de flipping Venom boss fight. Nee! Oké, ja, ik ga echt hartstikke dood. Ik heb helemaal niet echt kunnen inkomen met parryen en zo. Oké, als eerst gewoon zijn patterns leren. Dat is de prioriteit. Boom, get parried, Venom. Easy peasy, lemon squeezy. Wow, wat is dit? Wow, wat is dit? Wat is dit? Oh, ik moet hierop gaan. Ah, oké, duidelijk. Oh, dat zag ik niet. Ik keek letterlijk net naar mijn health bar. Daar gaat Mape. Au. Perfect. Nu met die epische muziek. Bij onze school waar we vrienden zijn geworden. Maten voor het leven. Oh, dit is lijp. Nee! Ja, dit is dus wanneer ik niet oplet. Ik moet toch wel echt even opletten hoor. Sorry. Oké, okay, nice. Hij is bijna half AP. Oh. Wat? Oh my god, hij viel me letterlijk aan terwijl die tentakels nog bezig zijn. Oh, ik moet hierheen. Ah, dan moet ik gewoon naar een ander ding springen. Duidelijk. Nee, Peter, hou please je mond. Je gaat alleen maar jezelf emotioneel maken. Je komt toch niet in zijn head, gast. Hij is letterlijk Venom. Hij is overgenomen. Het heeft geen zin. Het dringt niet door. Wow, Venom klonk daar eventjes anders. Hoorden jullie dat? Hij werd even boos hoor. He's losing his cool.
Yes, dat is de eerste phase. Let's go. Oké, het is in ieder geval een checkpoint. Wat gaat er gebeuren? Oh. Dat is lullig. Ah, kijk wat hij doet. Ziet er niet heel aantrekkelijk uit. You're right. Oh, wat? Nee. Peter. Lekker, bro. Oh my god. Anti-Venom for the win. Ik dacht even, zal die weer worden overgenomen en dan ga ik als symbioot vechten. Wow, wat doet hij? Oh nee, nee, nee. Geen dudes. Geen dudes. Dat is zo annoying. Wat moet ik doen? Oh, dit. Oh, dan gaan ze allemaal weg. Oh, dat is wat ik moet doen. Oké, wat is die witte bar? Wat is die witte bar? Nee. Nee, 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 nee. Dit is zo irritant. Hoe moet ik met die dudes vechten? Om de razende Venom te verslaan. Wat houdt dat in? Waar heb je het over? Wie is de razende Venom? Is hij dat? Oh, hij is nu razend. Oh, waarschijnlijk kan ik hem alleen damagen met anti-Venom powers. Ja, maar als er constant die andere symbioot zijn... en hij vecht achter mij... hij is ook helemaal niet veel meer passief geworden. Hoe moet ik met die groene gasten vechten als hij achter me aan zit? Ja, ik moet constant die dingen doen, maar die rechargen helemaal niet. Die kan ik nu eventjes gebruiken. Oh my god. Wat heb ik gedaan? Ik zet het even op pauze, want ik werd gebeld door iemand en nu gebeurt dit ineens. Wat ben ik aan het doen? Oh, nu heb ik ze helftbaar weggedaan. Nu zijn die dudes weg. Oké, nu is het een normale fight. Maar dan moet ik ze allemaal opnieuw doen als ik doodga. Crap! En doet hij die parry move? Nee! Nee! Oh my god. Ik was niet aan het focussen. Ik was er eventjes uit, want ik had het spel op pauze gezet. Moest even iets anders doen. Nee, hij is gerecharged. Hij is gerecharged. En er komt niks bij. Hij is gereflipping charged. Wat moet ik doen? Hoe moet ik hem nu killen? Er zijn zoveel dudes. Ik heb nul anti-venom powers, want ik krijg ze helemaal niet. Ik heb heel de tijd nul anti-venom powers gekregen. En ik word meteen uit de lucht gepakt. Ja, en ik word gewoon gedood. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dit ga ik niet laten gebeuren. Yes. Yes, het gaat niet meer gebeuren. Het gaat niet meer gebeuren. Dit is de laatste. Kom op. Oh, dit gaat nog zo lang duren. Dit gaat nog zo flipping lang duren. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, het is spannend. Ja, hij heeft veel damage genomen. Dat had ik niet moeten doen. Ah, boeien. Hij is dan voor deze phase even down. Hoppa, checkpoint. Gelukkig. Dit is zo flipping spannend. De muziek. En hij doet weer die rare dingen. Gadverdamme. Gaat die Spider-Man ook nog likken of niet? Lekker, bro! Doesn't matter what you do to me. I'm never gonna heal the world with you. Oeh, die voelt hij wel, denk ik hoor. Be mad. Gaat hij hem nu halen of niet? Wat doet hij? Heeft die Spider-Man nou ge... What the... Ah, ik wou net zeggen. Gaat hij daarop af? Of gaat hij met mij blijven vechten? Hij gaat beide doen. Eerst gaat hij even de meteorite halen en dan gaat hij weer met mij vechten. Oh my god, heel de stad zit achter hem aan. En een megatentakel ook volgens mij. Ja, kijk daar achter. Dit is lijp. Ja, lekker bezig, MJ. Volgens mij heb je theorie niet gehaald en geen praktijk gedaan. Web de deuren. Dat gaat helemaal niks doen, maar het zal wel. Weet je überhaupt waar die particle accelerator aan moet? Oh crap! It's Venom! Met vleugels! En heel veiny, net zoals Spider-Man. Toen hij de symbioot had. Hier, jullie mogen Spider-Man hebben.
Oh, nu moet ik als Miles. Nu moet ik als Miles gaan vechten. Ik denk. Oh my god, dat is sick. De switcheroo. Wat doe je? Oh, dat is slim. Dat is slim. He's okay, right? Let's just get him out of here. De gaten in zijn pak zijn ook raar, zeg. Jeetje, Venom is niet normaal sterk. No way! Even serieus. Go, Miles, I've got him. Go! Ja, we moeten met oh my god. We moeten als Miles gaan vechten met Venom. Here we go. Oh, hij heeft nu nog maar één face. Oh nee, de bubbeltjes zijn gewoon anders geworden. Oké, die moet ik dus op hem gooien. Our future doesn't belong to you. Yes. Dan pakt hij hem weer over of niet? Nee, oké, dit is makkelijk. Dit is makkelijk. Dit is heel makkelijk. Het gaat toch niet heel de tijd zo? Dat geloof ik niet. Oh, ik moet zo naar hem toe, denk ik. Ah, dat is het. Kettingbliksem. Maar het is als Miles trouwens veel lastiger, bedenk ik nu ineens. Want hij heeft natuurlijk niet het, dat anti-venom spul. Ja, sorry, ik moet focussen. Wow, die is nieuw. I'll do whatever it takes to get you away from that thing. Yes, 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 yes. Oh my god, dat duurde zo lang. Dat duurde zo lang. Nog één feest. En hebben we Venom verslagen. Boei me niet meer wat er gebeurt. Geef me gewoon die feest. Ik wil klaar zijn. Jeetje, Mina. Oh nee, Miles. Nou, Peter is er ook niet meer. Wat is er met Peter gebeurd? Ah, daar ligt hij. Wat doet hij? Kon hij dat niet al gewoon heel de tijd doen? Het is zo moeilijk in te schatten wat zijn powers zijn. Oh, en Miles gaat weer alles saven. Miles is degene die de wereld gaat redden. Die muziek is zo flipping lijp. Voelt zo episch. Voelt zo episch. You took him away from us. Took him away? What the hell are you talking about? Is een aparte fight. In the forest. We remember what you shit did. Nee. Yes. Dat is hem. Oh my god. Oh my god! Dat was de laatste face. Dat was echt pure flipping stilte. Kom op, Miles. Please do it, bro. Verpest het niet. Het zit bloed, zweet en tranen in deze boss fight, deze video. Gaat die Miles nou doodmaken met een steen? Komt echt niet op een andere manier. Allie?
in zijn mond. Wat? Oh, hè? Oh, dat werkt oprecht. Ik dacht, dat is afleiding. Hoezo hebben we dat niet eerder gedaan? Hij had eventjes een Harry-momentje. Hij zag Piet, maar hij is nu weer overgenomen. Oh my god. Dat is de key. Dat is de key. Nou, dag MJ. Je zoekt het maar uit. Moet gewoon die bommetjes in zijn mond gooien. Oh ma... Wat? Oh, Miles is uitgeschakeld. Niet nog een face. Oh crap. Quick time events. Dit is een battle in de lucht. Dit is lijp. Sla hem. Kom op, Peter. Give me back my friend. Kom op. We are your friend. No, you're not, buddy. Oh, wat doe ik? Zijn dat de Martin Lee Powers? Trek die goo eraf. Kom op, Peter. Je hebt het zelf ook gedaan. What's happening? Just hang on, buddy. Oh, kijk zijn gezicht, joh. Leave him alone. Hij is weer overgenomen. Maar het zijn sowieso wel, ja, blijvende, weet ik veel, dingen. Gewoon, hij heeft zwarte flipping aderen. Dat blijft toch wel een beetje in zijn bloed zitten, hè? Ook al haalt hij die suit eraf. Oh, dit is lijp. Wat gebeurt er? Ik volg het niet, maar het is amazing. Kom op, Miles. Breng de meteorite naar de particle dingetje. Oh, damn. Oh, nu gaan we samen. Let's go. Hoe hebben we dit ooit nou gewoon gefixt? Ik dacht, Venom is undefeatable. Oh damn, dat is lijp. Deze muziek. Kom op, Miles. Goed zo. Hoe werkt dat ding nog? Ja, eerst moet je die 50 stappen doorlopen. Van het begin van de game. Oh ja, zo kan het ook. Oh nee, Venom komt eraan. He's coming. Dit is lijp. Er gebeurt te veel. Er gebeurt te flipping veel. Holy moly. Fight, Harry. Dit is zo'n flipping spektakel. Dat zei Venom. Kom op, Peter. This is gonna be it. Dit is de eerste keer dat je iemand gaat doodmaken. Kill him. Nee. Nee, 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 nee. Lekker, Peter. Oh, wat moet ik doen? Oh, damn. Dit is zwaar. Kom op. Wat? Oh, nee. Dat ding is letterlijk 3000 jaar geleden gebouwd of zo. Dat is een historisch gebouw en die heb je gesloopt. Kom op. Hallo Harry. I'm done. Either way, Pete. We still have time. No. Oh, kijk zijn gezicht. It'll kill them. And then it'll kill you. Wat? Symbiotes. Let's heal the world, Pete. Let's heal the world. Ja. Want als je Venom hebt verslagen, zijn de problemen echt totaal niet opgelost. Hij heeft best wel gelijk. Nee. Nee. Come on, ik heb net zo mijn best gedaan. Kom op, Miles. Hoezo deed de deur niet even dicht? Zo, MJ met die one taps. We're in business. Wat had je net? Toch niet. Oh, goed zo, Harry. Wat? Het lukt hem gewoon. Hij is zijn suit eraf aan het trekken. Dat had ik niet verwacht. Geef al je powers. MJ!
Oh nee, nu wordt Peter Venom. Nee, dat moeten we niet hebben. Goed zo. De Martin Lee powers werken. Kom op. Ik schreeuw volgens mij super hard. We hebben hem gered. Er ligt nog wel wat symbiote spul onder je, dus pas op. Maar is Venom nu dood? Of niet? Dr. Connors moet zo meteen nog wel even wat dingen gaan uitleggen. Het gaat gewoon instant weg. Het zijn echt rare sci-fi powers, man. Het is lijp. De hele hive mind is gewoon in één keer weg. Oh, dat is Venom. Hoezo hebben ze die daar gewoon gelaten? Kill hem! Oh, hij is weg. Doei, Venom. Rest in peace. We love you. You did it. Oh, damn. Dat ziet er niet goed uit. Ja. Yeah. Reanimatie? Hallo? I'm sorry. I'm sorry. Dat dus, denkt Miles. Oh, hij heeft gewoon van die dingetjes. Give me some room. Hij heeft gewoon een AED. Hij weet niet of het werkt. I don't know if it's gonna work, but I gotta try. Je kan ook nog het wondermiddel van Norman gebruiken. Maar ik weet niet of hij nog trek heeft in alien wondermiddelen en middelen. Kom op, Miles. Doe iets. Boom. Meer stroom. Bam. Oh ja, hij is wakker. Iedereen zit zo aan hem. Thank you. Gotta get to the hospital. Krijgt hij nu niet levenslang of zo? Op zich weet niemand dat hij Venom was, dus misschien is hij alright. Hij kijkt niet zo super gestrest, moet ik zeggen. Hij kijkt echt van. Oké. Okay. Maar Peter die zit helemaal zo steunend en kreunend. En Miles die kan gewoon lopen. Hallo paps. Harry. Pulse is weak. We gotta move. What have you done? What have you done to him? I'm sorry. Zijn dudes hebben niks kunnen fixen. Hij zelf ook niet. Hij was omgeven in alien spul, door alien spul. Ik zou niet verwachten dat hij überhaupt dat zijn lichaam er nog zou zijn. Hij gaat dus gewoon dood. Just keep him alive. Ja, zijn dat Green Goblin spul even aan het fixen natuurlijk. Man heeft ook al een groen jasje aan, deze foreshadowing. Damn, de parallels. Dat de Harry ook. Dat arme raam.
Doeg. Why? Why? Moet Oscorp nu niet permanent sluiten? Get the G-serum ready. ASAP. Boom! Spider-Man 3. For the last few years, tragedy has tried to tear the city apart. But we somehow kept going. We battled sickness, evil, cataclysm. We are tired. Anxious, stressed, numb. But we have never lost hope. The city needs to heal. We're all ready to return to normal, but what is normal? What if it no longer exists? Over the last half hour, I've talked about how these events have changed me. What about you? Oh, she's a podcast. In this ongoing series, I will be talking with people throughout the city, exploring our new behaviors, new routines, new thoughts and feelings. I hope you'll join me on this journey. Oh, right, she's a YouTuber. This has been Mary Jane Watson, and you're listening to The New Normal. Nee, het is wel een podcast. Episode one, done. Nice. I don't know. Ooh, are these good to go? In a minute, I want to show you something first. Okay. It has molasses in it. Yum, I'll take those. Thanks again for the donation, Peter. Man kan amper rondkomen en hij doneert echt alles wat hij heeft. Nieuw motor. Die is stuk. Twee motoren. Show it. Oh. Aan het begin van de game was de Emily May Foundation echt huge en nu is het dit. Een mancave. Ik moet weer gaan. Maar Mas krijgt toch ook dat bericht, of niet? Have you talked to Miles about? Not yet. You ready? Miles, I've been meaning to talk to you about something. Er gaat iemand dood op het moment. To you all the time. It's great to talk. So many good talks. I just haven't been talking to you about what I should have been talking to you about. Pete. Wait, let me start again. I got this. All of it. Go be Peter Parker for a while. Are you sure it's a big city? I can handle it. As long as I can still call you for advice. You don't need it. Oh. Maybe not now, but there'll come a time. I'm here for you. Always. Oh damn, dat is wel sick. Het eindigen met de retired Spider-Man. Hij gaat even genieten van zijn pensioen. En Miles gaat het nu alleen doen. Dan gaat hij eindelijk ervaren hoe het is om dus in je eentje alles te doen. Het is niet chill, kan ik je vertellen. Veel succes, bro. De game eindigt met een burn-out. Nice. Genki en die anderen die zijn nu echt aan het verpieteren binnen. Was dat hem?
Final credits scene. Oh my god, ik ben 2 uur aan het opnemen. Yay, we got it! The golden trophy. Heal the world. Damn, die laatste brofist. Ja, ik vond het wel nice hoe het eindigde, man. Gewoon dat ze samen waren. Ook de missies daarvoor. Ze waren constant samen. Wat is de after credits? Pilaren zijn groen. Dat is de Green Goblin. Dat is Harry. Niet. Oh! What do you want? The Spider-Men. You know who they are, don't you? Kent er maar één. Why? They ruined my son. Hoezo is hij evil? Oh my god, deze Norman Backstab. Hij heeft nu alleen maar groen aan trouwens. Het is zo obvious. Good. We all have to experience loss. Even you, Norman. Nou, ik kan zeggen, hij haat jou. Waarom ga je naar hem toe? What are you writing? Hundred ways to kill chapter. Norman Osborn. The final chapter. What? Daar begrijp ik helemaal niks van. Norman is boos. Hij is pissig. Gaat naar Otto toe. Waarom? En dan, wat ben je aan het schrijven? The final chapter. Oh, nog een... Oh, nee. Nog een after credit. Hoeveel patta's heeft Miles? You're hungry. Food's almost ready. Why don't you go show her your essay? He works so hard. Die is nu pas af. Nou, ik verwacht er een hoop van. Hij heeft een nieuwe kamer, of is dit de werkkamer? Some guy in Harlem, probably seen him volunteering in the city, helping out his city council mom, and trying to live up to his hero dad. Yeah. Gaat zij hem aandoen? Wat gebeurt er? Sorry, maar dit volg ik niet. Zo, die sjaal. Hey, it's the man. Miles, Haley, this is Albert. Hi. Nice to meet you. Oh, and this is my daughter, Cindy. Zij Spider-Man 3. Dat zal wel allemaal erg toevallig zijn, maar... Nou, dat was hem. Ik heb er net al een beetje over gepraat tijdens de credits, dus we gaan nu gewoon stoppen. Ik vind het nooit zo leuk om meteen na zo'n story gewoon weer normaal door te gaan in de game. Want is het gevoel een beetje weg. Dus ik ga nu ook gewoon echt meteen stoppen. Smash eventjes op die like.
als jullie deze serie super awesome vonden. Nogmaals, laat in de comments weten wat jullie nog willen zien van deze game. Want misschien is dit niet de laatste aflevering. Maar wie weet, dat ligt aan jullie. Voor nu zie ik jullie bij de volgende video. Later!